Meneer Frank van Rooyen, skrywer en regisseur van die Mars One reklame bekendstellingsfilm, verduidelik ons wat die Mars One project is. Mars One is een bedrijf, een non-profit bedrijf uit Nederland, wat zich tot taak heeft gesteld om de eerste human colony op Mars te vestigen. Dat klinkt heel futuristisch, dat is het natuurlijk ook, maar het is allemaal mogelijk, want zeg maar, alle technologieën die nodig zijn om dit te verwezenlijken bestaan. Professor Mati Hoffman, verbonden aan die Universiteit van die Vrystaat bij die departement Fysica, sê, vir so 'n projek om suksesvol te wees, moet jou doelwit volhoubaar wees. Dit is een van die meest ambitieuze projekte wat ek in die onlangse geskiedenis van gehoor het, wat die ruimte betref. Het jy nou al gehoor, dan wel as ander beplanning om sê nou maar 'n getroude paar rondom Mars te stuur, maar hulle gaan soek en hulle kom terug. Maar hier gaan dit nou oor mense wat die aarde permanent verlaat en dan op Mars gaan bly. En dan wonder mense nou presies wat is allemaal vir doelwitte in so'n projek. Om 'n projek volhoubaar te maak, moet jou doelwit volhoubaar wees. So dit is die een ding waarom een mens dink. 200.000 mense is baie, en nie allemaal op die aarde sou ook eers kennis geneem het hiervan. So dit is 'n verbasende getal en dit is uit 'n groot verskeidenheid van lande. En dan wonder mense of die mens so geweldig avontuurlik is, of hulle hou hulle net nie van die planeet waarop ons bly nie. Ons planeet is versekerlik baie makliker om te bly en op te oorleef as Mars, maar ek dink dit gaan maar oor die avontuur. Meneer van Rooyen, vertel ons van sy betrokkenheid by hierdie projek. Ik heb samen met een collega van mij gedaan, James Beat Smith, en een productiemaatschappij uit Kaapstad, Now and Partners. En wij hebben contact gezocht met Mars One in 2012 en hebben toen de opdracht gekregen om de officiële launch video te creëren. De launch video was bedoeld om zeg maar, Mars One bekend te maken bij de mensen en ook de missie uit te leggen, wat Mars One's missie is. En tegelijkertijd was het ook de opening van het applicatieproces voor astronauten. Dus mensen kunnen zich of konden zich inschrijven als astronaut om naar Mars te gaan. Professor Hoffman verduidelik die koste aan so 'n projek verbonde. Ek neem aan die TV-program wat hulle 24 ure 'n dag al die dae van die jaar wil uitsaai van wat in daai ruimtetuig met daai mense gebeur, dit sal sekerlik 'n groot inkomste kan genereer. Maar net om 'n gevoel van koste te gee, net een van die robotiese sendings wat hulle beplan vir 2018-2020 om te gaan voorbereiding doen en te gaan kyk maar wat is die beste plek vir die mense om te gaan land en om toerusting so lank op te neem, weet een so robotiese sending kos $200 miljoen. Ons praat van 2 miljard of 2000 miljoen rand. So dis 'n geweldige duur projek. Meneer van Rooyen, vertel ons van die keuringsproses. Het applicatieproces was op zich vrij makkelijk. Je moest, eigenlijk niet gesloten, maar je moest naar de Mars One website gaan en je moest een minuut YouTube video maken. En daarin moest je uitleggen waarom jij geschikt zou zijn om naar Mars te gaan. Om zeg maar humankind te vertegenwoordigen op Mars. En er zat een kleine applicatie fee of inschrijfgeld erbij. En dat was eigenlijk het applicatieproces. We hebben over 200.000 mensen hebben zich ingeschreven daarvoor. En ze hebben Mars One heeft nu op 30 december hebben ze de eerste selectie bekendgemaakt. En van de 200.000 mensen zijn er nu 1058 mensen geselecteerd, waarvan 25 Zuid-Afrikanen die zijn geselecteerd. Meneer van Rooyen sê die rede waarom dit 'n eenmalige reis is, is omdat tegnologie nog nie so ver gevorder is om mense vanaf Mars terug na die aarde te vervoer nie. De rede waarom dit 'n eenmalige of een one-way trip is omdat simpelweg de tegnologie nog nie bestaat om ook weer mense van Mars terug te brengen. En als het een enkele reis is het ook veel goedkoper en is het ook veel eerder te verwezenlijken deze missie. Professor Hoffman sê dit gaan 'n baie ingewikkelde langtermyn projek wees. Jy moet nou sê wel vir die mense wat van die aarde af werk, se doel wat is om te wys ons kan 'n klein kolonie op Mars vestig. So dit is 'n doel wat mense seker met groot ywer kan nastreef. Maar nou is die vraag wat sal die langtermyn doel wees van die mense wat op Mars gaan land?
wat hulle sal ook een doel moet, dit moet hê, hulle kan nie terugkom hê, en dit sal alles uitrafel, die hele samenwerking tussen die mense, dat hulle nie doelgerig vir bepaalde doelen te werk nie. Ek sou sê, ja, as jy baie ambisieus is, is om te kan dink, jy kan later die samenleving op Mars hê, soos jy op die aarde, sal natuurlijk een baie lang termijn doelwit moet wees van eeuwe, maar jy op die aarde die uitbreiding van mense ook maar nie so vinnig verloop nie. Misschien raak het in die toekomst baie makkeliker om tussen die aarde en Mars te reis, maar daar gaan geweldige technische uitdagings wees. Mens kan nie net daar op Mars gaan rondloop nie, daar is nie een stierstof om te kan asemhaal nie, die atmosfeer is 100 maal dunner, so jy sal absoluut een kunstmatige omgeving moet skep, wat ingeperk is, en jy sal jou eie stierstof moet vervaardig, jy sal water, jy kan nie die water van die aarde af alles neem, nie net vir die begin, jy sal ijs moet smelt, daar is ijs op Mars om water te kry, jy sal baie grondstoffe moet op met die beskikbare energie moet kry, so dit gaan een baie ingewikkelde langtermijn project wees. Nou, 10 jaar van nou af, hulle sê mense onderskat wat jy in 10 jaar kan reg kry, so hulle beplan om so ongeveer 10 jaar van nou, dit is nie baie lang nie, 4 mense op Mars te kan sit. So, laat ons eerder nie voorspellings maak en kyk wat gebeur. Ek is Dianke Nel vir Radio Pretoria.